In eerste provinciale is er dan weer goed nieuws voor Lille dat kampioen speelt. Racing Mechelen eindigt tweede en promoveert ook. Gezien de omstandigheden is het duidelijk dat dat niet meer kan nog voetballen dit seizoen. Dat zou ook een onverantwoord risico zijn naar niet alleen de spelers, maar ook het publiek. Ik denk trouwens dat daar nog weinig volk zou op afkomen op eventuele voetbalwedstrijden. Dus het is een terechte beslissing en ik vind het zeer goed dat ze nu ook genomen is. Ook de Kempen mag naar derde amateur op voorwaarde dat Duffel zoals gepland in vierde provinciale start.